Het leuke, tussen aanhalingstekens, aan dit soort affaires vinden, vind ik dat onze clowneske minister van Justitie dan met een uitgestreken hoofd in beeld komt en zegt dat de rechtsstaat wankelt. Die staat ter discussie. Dit pikt hij niet en die gaat keihard ingrijpen. Ik wacht nog altijd tot hij zegt. En als er niet ingrijpt, dan doe ik het zelf. Ja. Denk ik altijd. Nee, maar dan denk ik, joh, zit niet te lullen. Want dan zie je iedere keer. Er wordt Peter R. de Vries wordt geliquideerd. Er wordt een advocaat geliquideerd. Ja. Er zijn oproeren rond corona. Ja. Er wordt een directeur. Die wordt bedreigd. En dan komt hij weer in beeld. En dan draait hij zich om. En dan waggelt hij weg. En dan gaat hij over tot de orde van de dag. Dat doet hij alleen voor de bühne, want hij gaat altijd keihard ingrijpen. Hij heeft de politieagent er niet eens om in te grijpen. De Nederlandse politiemacht kan niet eens de normale werkzaamheden verrichten die in een normale samenleving dagelijks voorkomen. Laat staan dit soort extremiteiten. Ja, en hij komt iedere keer in beeld. En dan de hele politiek rolt er weer overheen. En dan willen ze plotseling... Die als je mevrouw... even Grapphaus eerst bekijken. Ik vind het altijd leuk om even Grapphaus... Ik vind hem ook leuk. Altijd even ik kijken. Ik word er al wat treurig van. Hier komt hij, Vert. Schandalig. Dit zijn criminelen. Laat ik dat heel duidelijk stellen. Niets met voetbal te maken. Laten we daar ook even, eens even wat zeggen. Wat is dit voor belachelijk gedrag? En ik heb ook vanmorgen gezegd... ik heb er ook contact over gehad met de KNVB, met Feyenoord... En gezegd, dit is klaar, we gaan hier extra op inzetten. Want dit gaan we gewoon niet in onze maatschappij laten gebeuren. Het gebeurt ja, al. Het is werkelijk. Ik ben er klaar mee. Het is verschrikkelijk. En dan leggen ze het bij de clubs neer. Maar die clubs doen er alles aan met die supporters om... zoete broodjes te bakken. Na alle bijeenkomsten gaan ze naartoe. Want die clubs zijn allemaal doodsbang. Want ze weten, iedere clubbestuurder en beleidsbepaler... hangt dat boven het hoofd, dat ze ruiten ingooien. Dus ze doen er alles aan. Maar het is niet zo dat een directeur en een trainer... verantwoording af moeten leggen... naar een stelletje idioten in een supportersclubje. Nee, bij de Raad van Commissarissen. Zo hoort dat in een normale wereld. En dan heb je nog de burgemeester van Nijmegen. Er wordt gevochten bij NEC Vitesse. Dan komt Dick Trom in beeld en die zegt van... NEC die lost het maar op, want het gebeurt in hun huiskamer. En anders trek ik de stekker eruit, het NEC. Nou, nee, dan trekt hij de stekker uit zichzelf. Want dan heb je niet alleen die hooligans tegen je... maar dan komt de hele gemeenschap in Nijmegen komt, bij je in de tuin staan. Want je kunt maar niet zo de club van de stad afpikken, weet je wel. Maar allemaal voor de bühne. Kijk, ik eens stoere taal hebben. Joh, ze moesten een pak op een flikker hebben. Maar, die bij de KNVB... Ze regelen helemaal niks. Ja, die mevrouw van bij de KNVB. Afgelopen dit. Dat zit zo'n mevrouw bij de KNVB. Dat is spuit 11, geef ook modder. Hmm. Die wou nog even een duitend zakje doen. Die is erg blij met de samenwerking met justitie. Joh, als je alles op een rijtje had, dan wist je toch dat er met justitie niet samen te werken is. Want die hebben de mankracht niet. Die hebben geen agenten. Ze hebben niet eens een buurtagent. Nee, Bromsnor is er niet meer. Gewoon in de buurt. Nee, dat is niet. Belachelijk. Nee. Dus het is allemaal voor de bühne en je bandt het niet uit. Want iedere club heeft een stelletje van die gekken. En soms denk ik van, joh, misschien moet je er wel bij neerleggen. Want de clubs doen er alles aan, de politie doet er alles aan. Ja, Wilfred, maar er is veel frustratie en onvrede in een kleine groep. Hm. En die moeten die agressie toch op een of andere manier kwijt. En je hebt het maar dan kun je toch beter in het bos gewoon met elkaar gaan knokken? Prima, maar je hebt het bij ADO gezien. Maar dat doen ze erbij. Ja. Oh, okay. Bij ADO heb je gezien, die degradeerde. Toen vonden ze dat niet spannend meer om daar te knokken. Toen gingen ze in die tijd naar IJshockey, die hele hoge ijshockey spelen, gingen ze knokken. Oh. Of in een stad waar de club degradeert, dan zie je dat de koopavonden verknald worden door die gasten. Dus ze moeten dat kwijt. En dan roept de politie altijd de koor, het is een klein groepje en we weten wie het zijn. Dan denk ik, nou, los het dan op. Als je toch weet wie maar het Sam, is het zo? Is het kansloos om er iets aan te doen? Ja, Johan doet een beetje alsof het allemaal voor de bühne is. Maar er gaat echt wel veel meer geld geïnvesteerd worden in het bestrijden van de criminaliteit. Die wijkagenten, dat worden er meer. Echt honderden miljoenen worden er geïnvesteerd. Ook meer naar de recherche. Dus er wordt wel ook echt wat gedaan. Maar... Ja, maar luister, er komt een hele grote pensioneringsscholen van bij de politie. Er gaan er een hele hoop weg. De politiescholen zitten bomvol en die kunnen maar zoveel agenten per jaar leveren. Dat duurt jaren voor je weer op een normaal pijl bent. Ja, een beetje zoals op de IC. Ja, maar wat wil Grapperhaus nou ingrijpen? Ja. Hij zegt... Nee, hoe heet hij? Grapperhaus heet hij. Oh, Grapperhaus. Ferdinand eigenlijk, Ferdinand Grapperhaus. Het is toch een Duitser ook? Hij maakte deze week...
Maar ik neem aan dat hij jou wel verteld heeft hoe hij het aangaat. Ik heb hem nog gesproken. Ja, hij, gaat het aan, hij heeft een idee, neem ik aan. Goed idee. Een favoriete quote van hem is: lik op stuk. En we gaan er bovenop zitten. Hij maakte nou, de vergelijking. Dat werkt wel. Nou, dan zou ik niet zo blijven zijn. Hij is net getrouwd, kom op. Hè. Hij maakte de vergelijking met de avondklokrellen van begin dit jaar. Toen zijn er ook echt wel veel van de jochies die zijn snel opgepakt. Ook via snelrecht ook aangepakt uiteindelijk. Taakstraffen. En, maar heeft dus een... Ja, maar hij stuurt de... kijk, we lopen langer mee. Hij stuurt er meer agenten heen. Als hij ze al zou hebben. Dan krijg je weer dat de politievakbond en de commissaris in zo'n stad zegt: ja, dit gaat veel te veel mankracht kosten, veel te veel uren. Weet je hoeveel dat kost? Dat moeten de clubs zelf maar financieren. Prinsjesdag en Koninginnedag hoeven we het ook niet zelf te financieren. Ja, terwijl de koning dat best zou kunnen. Dit gaat natuurlijk specifiek ook over die bedreigingen. Dat mag echt niet, zegt hij. Dat kan gewoon niet. Nee, maar neem nou van mij aan. Hè. Ik heb ook een bedreiging. Een briefje, let op. Ik heb een bedreiging achter de rug. Maar het is zo. Word je bedreigd? Vooralsnog niet, nee. Nee, nou, dan stel je gereed voor in Nederland, want iedereen... Ja, Peter Gillis nu ook al, als ik van de week. Nee, maar als je niet bedreigd wordt, dan ben je in jouw lul eerste klas. Ja. René is bedreigd hier. Nou, jij bent niet belangrijk genoeg. Ik ook niet. Ik ook niet. En als niet. Jij dat zo strak in tuitjes blijft... Ik ook bedreigd. Ja. Nee, maar het is toch verschrikkelijk. Honderden mensen worden bedreigd. Honderden mensen. Ja. En dan... word je geroepen bij de officier van justitie, de hoofdofficier... en die zegt, ja, u wordt bedreigd, dit en dit is het geval. En dan zie je dat en zeg, oh, nou, dat is niet zo leuk. Mm. Hij zegt, ja, maar het is werk gelieerd, dus uw baas moet dat betalen. Mm. Ik zeg, maar als mijn baas het niet betaalt... hij zegt, dan moet u zelf betalen. En ik zeg, en als ik het niet kan betalen? En hij zegt, nou, dan hebben we een probleem. Ja. Dus ze maken je eerst bang en ze doen geen flikker voor je. Dat is lekker. Kijk, en John de Mol, die huurt dan een beveiliger in. Ja. Maar... anders bij vogelvrij blijkbaar in dit land. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.